bij ons, Gans van de Wegen. Wat is een conclusie over deze uiteenzetting van de morgen? De conclusie na deze ochtend is dat er enorm veel tijd is verloren, zowel door de stad Gent, KA Gent, alle andere mensen die hier aanwezig waren, waarschijnlijk ook Gelamco, omwille van een boek dat eigenlijk nooit had mogen verschijnen, wat het geen uitgever vond, dat vol met fouten staat en dat eigenlijk totaal naast de kwestie is, namelijk mag een stadion gebouwd worden met overheidssubsidies of niet, wat hier is gebeurd. Uiteraard mag dat, dat gebeurt in de hele wereld, dat gebeurt zelfs in de duurste sporten ter wereld, in de NFL in de Verenigde Staten. Stadions bij ons in België zullen ook allemaal gebouwd worden met overheidssteun. Op het moment dat daar een huur tegenover staat, een agent betaalt een huur van ongeveer een totaal meer dan 1 miljoen euro per jaar, dan is dat volkomen legaal. En dus de Gelamco Arena is geen illegale Gelamco Arena, maar gewoon een stadion dat inderdaad is gebouwd met de hulp van de stad en waar KA Gent heeft van geprofiteerd om kampioen te spelen en vervolgens 28 miljoen euro te verdienen in de Champions League. En wellicht zijn een aantal mensen daar heel erg jaloers op. Telkens als ze hier voorbij het stadion rijden op de kruising E17-E40 zullen ze waarschijnlijk met afgunst kijken naar die blauwe lichtjes. Maar dit is niet genoeg om zo'n boek te laten publiceren. Kunnen we die 15.000 onthouden wat Paul Gijssen hier verteld heeft? Er is nog een ander element wat heel bezwarend is, wat nog moet uitgeklaard worden. Paul Gijssens van Gelamco heeft hier verklaard dat de auteur, of minstens de advocaten van de auteur, met zijn advocaten zouden hebben overlegd en dat ze voor 15.000 euro het boek niet zouden laten verschijnen. Als dat inderdaad kan bewezen worden, dan hebben we hier wel een probleem en lijkt het misschien zelfs eerder een beetje op afpersing. Hè? Dus u vertelt, we hebben hier de tijd verloren. Wat is de conclusie in algemeen? De conclusie is dat alles wat gecompliceerd is daarom niet transparant zou zijn. Hè. Dit is een heel ingewikkelde constructie geweest, waar dan een aantal mensen zich hebben in verdiept. Dat stadion is er dan toch gerealiseerd. De conclusie is ook dat men vervolgens eens moet goed kijken in de journalistiek of men een gewicht mag geven aan een boek dat gewichtloos is, waardoor de hele journalistiek daar dan ook nog opspringt, want uiteindelijk hebben we hier een aantal fouten gezien die niet meer mogen gemaakt worden.